Oui, donc j'avais pas prévu, mais pour que ce soit plus Ja, vivant et ik m'éviter de faire des retours en arrière, had dat niet echt voorzien, maar je vais ja, présenter un petit ik film zou qui mijn s'appelle voorstelling wat levendiger La willen deuxième maken. édition. En ik heb dus Donc besloten l'image om pour een la filmpje van een façade et zevental minuten pour te l'automne, parce que j'avais des images, geven. et c'est Ik, plutôt parlant. met beelden en met een film en zo, On va avoir is cette de vision actuelle toekomst du veel pensionnat levendiger. Gatti-Gamont à Woluwe-Saint-Pierre. Het pensionnat Gatti-de-Gamont lag dus in Sint-Pieters-Woluwe. Ik kom tussen beide Nadora en er is een link tussen beide razzia's. De nazi's hebben wraak genomen op de mislukking van dat klooster. Veertien meisjes in het klooster en veertien meisjes in Gatti-de-Gamont. Dat is een beetje toeval, misschien ook niet, maar doorheen de documenten denk ik dat het hetzelfde commando is dat deelgenomen heeft aan beide acties. Een commando van de Einsatzgruppen, dat zijn dus elite-strijders, en het is Dikke Jacques die door een van de kinderen erkend is, die razzia heeft georganiseerd en uitgevoerd heeft, want die razzia werd door de Gestapo bevoerd. Comment se fait-il qu'on a tant de renseignements? Sarah en bevraagt ons af hoe het komt dat we dat 3 weken later, met een tussenpoze van 3 weken, en Maxime Steinbeck spreekt al over het klooster in de Clemenceau-laan, terwijl in Gatti-de-Gamont er maar weinig info was over die razzia. Hebben we alleen maar gegevens met betrekking kinderen. Er waren toch ook 11 volwassenen bij. In het totaal werden 23 personen aangehouden in Gatti-de-Gamont. Maar we hebben maar weinig info over de relatie Gatti-de-Gamont en het comité, dus het IEWC. Dus de link tussen het commando, het aantal kinderen dat aangehouden werd en ja, kinderen die in de school dus aangehouden werden. En dat toont duidelijk aan dat de actie van de nazi's een genocide was. Ze hebben dus samengewerkt met de SIPO om die kinderen die illegaal waren, die dus ja, niet in het Jodenregister opgetekend waren. Dan, als je niet opgetekend was in het Jodenregister, dan was je illegaal. Dan kon de Belgische overheid niks doen. Het filmpje werd gemaakt op vraag van de uitgeverij. En ja, dat filmpje legt ook uit waarom ik dat boek geschreven heb. Ik ben gewoon kunstenaar en ik was toevallig in België. En ja, ik zat heel toevallig op het gelijkvloers van dat huis, van dat gebouw, dat later een gewoon woonhuis werd. On peut se demander d'abord à voir les disparus de Gatti-de-Gamont, pourquoi ce livre? Pourquoi un tel livre? Pourquoi y avoir passé 10 ans de ma vie? Je répondrai que tout est arrivé par hasard et que je n'avais pas prévu de faire un livre. Depuis 2009, j'habite ce qui était le rez-de-chaussée du pensionnat Gatti-de-Gamont, raflé en juin 43, et j'ai découvert peu à peu que cette rafle n'avait pas été un élément secondaire de la guerre menée contre l'Europe et contre le peuple juif. Il en fut une sorte de quintessence. Certes en modèle réduit, si l'on peut dire, mais il exprimait la volonté génocidaire du Troisième Reich, Wehrmacht et Gestapo confondus. Car j'ai constaté très vite, en entamant des recherches sommaires sur la directrice Odile Henri-Renwart, qu'on ne savait rien de très précis sur cette rafle. Or il s'avère, et je l'ai découvert peu à peu, que c'est plus d'une vingtaine de personnes qui furent arrêtées là puis déportées. J'ai découvert aussi que les familles des enfants cachés ici avaient souvent aussi été raflées, déportées, assassinées à Auschwitz.
J'ai compris que si l'on voulait analyser cette rafle, il ne fallait pas se borner au 12 juin 1943, il fallait en analyser tous les tenants et les aboutissants. Alors qu'en reste-t-il ? L'immeuble a été transformé en 1950 car des bombardements ont endommagé sa façade en 1944. Et si l'on cherche des traces de l'ancien pensionnat Gatti de Gamont, il faut regarder des photos d'avant-guerre, observer les murs de la cour ou des éléments de la façade sur jardin qui prouvent l'ancienne vocation scolaire du bâtiment. On peut remarquer aussi le parquet d'origine descendre dans les caves qui n'ont pratiquement pas changé depuis un siècle, mais ce n'est que dans ce grenier au-dessus de nous que l'on trouve des résidus de l'ancien papier peint de jadis qui couvrait les pièces du rez-de-chaussée, alors beaucoup plus hautes, et c'est peut-être la seule véritable trace du passé qui subsiste de l'ancien pensionnat, ce pourquoi on l'a mis en couverture du livre. Si j'ai commencé à m'interroger sur ce lieu il y a plus de 10 ans, en voulant déchiffrer une inscription gravée sur la cheminée du salon, je sais donc aujourd'hui qu'à part quelques objets abandonnés dans la cave ou le grenier, on ne trouve pratiquement aucune trace des tristes événements de 1943 dans ce lieu. C'était une école depuis 1910. Je l'ai découvert 100 ans plus tard, en 2010, alors que je venais à peine d'arriver à Bruxelles. La rafle de juin 1943 n'était pas une rafle comme une autre. C'était une rafle menée contre une école, un lieu où s'étaient réfugiés des enfants depuis la fin de l'été 1942. Ils avaient tous des faux noms. Il a fallu tout retrouver, identifier les lieux, les victimes, reconstituer les parcelles de leur vie et tenter de transformer peut-être une histoire de destruction en histoire de restitution. Plutôt que de chercher à échapper au passé, à m'en éloigner, j'ai tout fait pour rester en contact avec lui, l'explorer, le regarder, l'habiter avec ses ombres et ses mystères. J'ai senti que c'était mon devoir d'affronter ce passé, car j'ai très vite constaté qu'on avait très peu d'éléments pour le circonscrire, l'expliciter, qu'on ne lui rendait pas assez son caractère exceptionnel. Les livres qui s'accumulent autour de moi me permettent de ne pas couper le lien avec ce passé, de rester en quelque sorte immergé dans cet univers, de mieux le comprendre évidemment. Il m'a fallu beaucoup lire, beaucoup apprendre. Ces livres sont presque tous liés à la culture juive ou yiddish, à la Shoah et pas seulement qu'en Belgique, à part certains livres de littérature, si tant est qu'il faille les distinguer des autres, et des romans policiers qui d'une manière ou d'une autre m'aident aussi à écrire, car je puise aussi mon inspiration dans ces romans d'investigation. Le livre est une enquête, on part d'un lieu, d'une trace infime, et on va chercher à reconstituer tout un monde. Mais on le fait petit à petit, sans savoir où l'on va. On tente de reconstituer pièce à pièce tout ce qui a été anéanti, tout ce qui a disparu. Les lieux comme les gens, leur histoire, leurs origines, leur identité. À partir des lieux, des témoignages, des rares rescapés que je retrouve chemin faisant et que je vais interroger les uns après les autres, à partir des archives que je sollicite, de mon échange avec les archivistes, avec les historiens, des lieux de Bruxelles où ont vécu les enfants avant de venir se réfugier au pensionnat, je tente de reconstituer un parcours, de lui redonner une réalité. Je voyage aussi en Europe. Je remonte la trace des éternels étrangers, car ce n'est pas qu'une histoire bruxelloise ou belge, je le répète, c'est notre histoire, une histoire européenne universelle. J'ai dû tout rechercher dans les cartes, les atlas, retrouver les origines, tous ces noms que l'histoire a changés, ces pays qui, au fil des guerres, des traités, ont changé de nom, de frontières. Il fallait reconstituer les itinéraires, sinon on perdait le sens de l'histoire. Et c'est grâce à un autre enfant qui s'enfuira, lui, de la caserne d'Ossin et échappera à la déportation que l'on va identifier un à un les fantômes, ses camarades ou ses adultes cachés ici et tenter de reconstituer leur histoire. Même si elle est tragique, j'ai voulu faire une histoire de vie. On parle d'enfants et les traces qu'ont laissées les enfants ici sont des traces de vie, de tendresse, d'amour aussi. Je tenais à en faire part. Car c'était leur façon de résister et comme ils le disent eux-mêmes, s'ils se sentaient toujours en alerte, ils s'amusaient, ils vivaient. On m'a demandé quels sont les points forts du livre. Le lien est évident avec l'actualité, l'histoire des migrants, des réfugiés, des éternels étrangers, de la reconnaissance de statut des victimes, de prisonniers politiques. Mais il y a aussi la persistance de l'antisémitisme, du racisme. J'ai aussi été marqué par les attentats qui se sont multipliés à Paris et à Bruxelles pendant la rédaction du livre. Ayant travaillé de nombreuses années dans ce qu'on appelle en France les quartiers,
Je suis sensible à l'éducation, à la pédagogie, au débat, aux droits de l'enfant, à l'action sur le terrain, à l'idée qu'il faut éduquer, accompagner, échanger, d'égal à égal avec les enfants, ne jamais renoncer à expliquer et ne pas se contenter d'enseigner, de juger. Ce travail de 20 ans sur le terrain m'a aidé aussi dans cette recherche sur la guerre aux enfants. Ma conscience du racisme, mon besoin de résister moi-même, ma révolte devant l'inégalité m'a porté. L'engagement est le maître mot du livre, des femmes dans la résistance, dans le CDJ, c'est-à-dire le comité de défense des juifs, de la résistance tout court contre le fascisme, le totalitarisme, du droit à l'éducation des jeunes filles que portait Isabelle Gatit-Gamon à la fin du XIXe siècle, puis Odile Henri-Envart, qui a donné son nom au pensionnat laïque pour affirmer sa philosophie. L'éducation, la mixité, la laïcité, la liberté sont des valeurs défendues dans le livre. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que s'il y a eu une plaque apposée en 2003 sur la façade... De gevel van dat klooster een gedenkplaat aangebracht. Maar slechts dit jaar werden er stolpersteinen aangebracht. Er zijn foutjes, oké, maar mijn boek was niet af. Dus wij hebben een beetje overhaast gewerkt. Maar natuurlijk, wij willen verder werken. Maar we wachten ook op budgetten van Sint-Pietersvolue. Wel nu, die razzia was een beetje in de vergetelheid geraakt. Vreemd misschien, maar dat kan verklaard worden. Want ja, je kunt niet zeggen dat het een mislukking was, want dat was het niet. Maar het was wel een catastrofe. 23 personen werden aangehouden. Op die 23 personen was mevrouw Ovaart, het koppel Ovaart, dus het echtpaar Ovaart. Zij werden gedeporteerd. Ze zijn een jaar in de gevangenis van Sint-Felix gebleven. Ze werden ondervraagd, getorteld. Zij behoorden tot het geheim leger van België. En hun dochter André, die vriendin was met André Gulle, werd eveneens ondervraagd, eveneens gefolterd. Zij is anderhalve maand in de gevangenis gebleven. Ik heb daarvan documenten gevonden, documenten van de SIPO in de gevangenis van Sint-Gilles. En op haar arrestatiebevel staat dat zij Joden heeft geherbergd en dat was de oorzaak van die razzia. Dus men wou elk spoor van Joden uitwissen en men wou dus het echtpaar Ovaart straffen omdat ze Joden verborgen hebben, kinderen en volwassenen, want blijkbaar wordt er ook ze waren er ook veel volwassenen. Er wordt er over die volwassenen niet gesproken. En er was ook een trafiek van valse papieren. En de Duitsers waren nog strenger en harder voor mensen die papieren vervalsten. Wel, het echtpaar werd volgens hun dochter na één maand gevangenschap ondervraagd. Zij zaten in aparte cellen om ze beter te doen praten. En men heeft ze over het Belgisch geheim leger ondervraagd. Eerder daarover dan over het feit dat ze Joodse volwassenen en kinderen verborgen hebben. En er werd een link gemaakt met het verzet, maar pas achteraf. Mensen die, dus niet-Joden, die dus Joden verborgen, werden volgens bepaalde analyses van historici, maar zelden ter dood veroordeeld. Ze werden veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, maar het echtpaar Ovaart werd dus gedeporteerd en ter dood veroordeeld. Dat was een uitzondering. De heer Ovaart werd dus naar een kamp gedeporteerd. Men heeft zijn kampkaart. Hij was politiek gevangene. En net zoals
In Nacht und Nebel is er van mevrouw Ovaart niet veel terug te vinden. Elk spoor werd van die mensen gewist. Het was niet mogelijk om lijsten. Ik hou niet van lijsten. Lijsten was vaak niet opgesteld met goede intenties. Maar dus, dat was een lijst die mensen uitsloot. Net alsof er met een pistool geschoten werd in een zwermvogels. Al die jaren werden uitgewist. De buren hebben ook nooit gesproken. Pas toen men besloot om Stolpensteinen aan te brengen, spraken de buren plots, hadden zijn geheugen teruggevonden. Maar dus mevrouw Ovaart is verdwenen, zonder spoor. Ze is naar Sachsenhausen overgebracht. Haar man werd gedood tijdens de dodenmars door een kogel in het hoofd. En Odile Ovaart werd naar het kamp van Ravensbrück overgebracht. En in februari werd ze van Ravensbrück naar Bergen-Belsen overgebracht. En daar is ze dus gestorven in onmenselijk onmogelijke omstandigheden. Wat de andere slachtoffers betreft, wel, ik herhaal even dit, 14 Joodse kinderen werden aangehouden. Op die 14 kinderen werden er 10 gedeporteerd. 2 zijn gevlucht, 1 kind de dag van de razzia zelf. Bernard, die toen 12 jaar oud was, was in de kazerne Dossin. En hij is ook kunnen ontsnappen. Zijn ouders konden hem naar het ziekenhuis van Mechelen laten overbrengen en hij is daar helemaal alleen ontsnapt dankzij de actie van zijn moeder. En 2 werden er dus bevrijd dankzij de Zwitserse allegatie. Zijn ouders werden naar Frankrijk overgebracht. 1 van de kinderen, zijn broertje, werd overgebracht naar de Parijse wijk Le Marais. En hij is kunnen ontsnappen dankzij de handeling van het Zwitserse consulaat in België. Hij is toegekomen in een noodstation. Hij werd dus door het Zwitserse consulaat opgevangen en verborgen. Maar hij ging dan ook naar het pensionaat Gatti de Gamont, waar hij aangehouden werd. Maar hij had de Zwitserse nationaliteit en werd dus naar Mechelen overgebracht. Dus ik herhaal, op de 14 kinderen werden er 10 aangehouden, gedeporteerd en vermoord. Hélène, de monitrice van de jongste kinderen, was toen 18 jaar oud. Ze was ook nog een kind eigenlijk. En ze werkte ook voor het Onafhankelijkheidsfront sinds de eerste deportaties en sinds de eerste convocaties in Mechelen. Er werd haar aangeraden om zich bij de Belgische jeugd aan te sluiten, om de kinderen te helpen. En ze was dus in Gatti de Gamont aanwezig. En ze was koerierster voor de ravitailleringskaarten en voor de doopkaarten en zo van die dingen meer. De beide andere kinderen werden er 2 bevrijd. De jongste, Charlie Skelka, die leeft nog en die hebben kunnen ontmoeten. En we hebben die gezien op het einde van dat filmpje. Wel, hij was ook in Gatti de Gamont. 40 jaar lang. Hij was dus 2 jaar oud toen die razzia plaatsvond. En hij heeft altijd betwist dat hij in Mechelen was. Hij heeft er 40 jaar over gedaan om rechten te verkrijgen. In 2010 heb ik hem kunnen ontmoeten dankzij André Geulen. Zij heeft mij ook een kopie getoond van de kaart van de JVC. En ja, ik heb in Parijs met kinderen gewerkt en ik had veel belangstelling voor de pedagogie van de Crowley. Dat werd dus gebruikt in bepaalde homes en ik ben ook naar een conferentie van André Masson geweest en daar was de dienst oorlogsslachtoffers ter sprake. En ik heb toen in 2011
vrijgesteld over het Hom Gatti de Gamon. Zij hadden toen nog geen enkel dossier daarover geopend. En ik had toen natuurlijk nog geen toegang tot de fiches van de Gestapo en tot het dossier. Dus toen ik toegang wil hebben tot bepaalde notities, notaboekjes die André Geulen bijgehouden had. Maar ik belde toen naar de CG en ja. Er zijn dus geen contacten daarover geweest, maar dus de dienst oorlogsslachtoffers kon verifiëren of die kinderen al dan niet op 12 juni 1943 gearresteerd werden. En ja, ik kreeg dan info van die dienst en er is een heel goede uitwisseling geweest tussen Laurence Schramme en het Instituut voor Hedendaagse Geschiedenis. Er zijn dus inderdaad onderzoeken en enquêtes gebeurd over die slachtoffers die geen naam hadden. We wisten dat er een 12-tal kinderen waren. Men citeert ook het cijfer 14. Er zijn ook schriftelijke getuigenissen die spreken over een 30-tal kinderen. En ja, later, 13 jaar later eigenlijk, komen we tot een conclusie over dit alles. Alles was correct, maar het was allemaal approximatief. Alles gebeurde een beetje clandestien via de weerstand. De directrice was weerstandster. Meneer Ovart wist eigenlijk a priori niet dat er ook Joodse volwassenen op zolder verborgen waren. Die Joodse volwassenen zouden dus nog voor 1942, september 1942, op die zolder toegekomen zijn. Ze werden in mei 1940 aangehouden en werden naar kampen in Frankrijk gestuurd. Er waren Spaanse politieke gevangenen. Er zijn er een paar ontsnapt en die volwassenen zijn zich op de zolder van Gatti de Gamon gaan verbergen. Dat gebeurde in volle clandestiniteit, alles gebeurde clandestien. Niemand wist dat ze er waren. André Ovart wel, André Geulen ook, want zij was weerstandster van 1943. Ze gaf geen les in Gatti de Gamon, maar ze kon daar logeren omdat ze vriendin was met de dochter Ovart. En samen hebben zij veel kinderen kunnen verbergen. Ze zal ook kinderen verbergen in het pensionaat in Vorst. En ik zou misschien willen beginnen bij het klooster van de Allerheiligste Verlosser. Ik heb maar weinig info over de vermoorde kinderen. Even een balans. Het is een razzia waar heel weinig over gesproken wordt, terwijl er toch 23 personen gearresteerd en vermoord werden. Het klooster van de Allerheiligste Verlosser, daar wordt niemand vermoord, iedereen wordt gered. En dat is misschien sprekender ook. Dus ja, persoonlijk vind ik het een beetje verwarrend om sporen terug te vinden van een gebeurtenis die misschien tragischer was dan een andere gebeurtenis, maar dat er niks gebeurd is. Onder meer in Isieux, in Frankrijk, heeft Claude Barbie 40 kinderen gearresteerd. Iedereen kent Claude Barbie, denk ik toch. Maar in België weet niemand dat Kurt Hasche, Serge Klopowski en anderen, Ertzman onder andere, belangrijke namen zijn. Namen die even belangrijk zijn als Klaus Barbie. En ik vind persoonlijk dat... Oei, ik heb maar 5 minuutjes mee. Dus dat ook die mensen een correcte plaats moeten hebben naast Klaus Barbie. Ik zal het dus nog even hebben over die razzia. Die razzia, we weten wat er gebeurd is. Onder meer dankzij de getuigenis van de kinderen en van André Ovart. Zij zegt dat een van de kinderen gered werd.
zijn dossiers bij de Vereniging van Oorlogsslachtoffers, maar in de gerechtelijke dossiers worden de geredde personen niet ondervraagd. Dergelijke deportaties hadden geen waarde en gaven de mensen geen rechten. Wel, dankzij een aantal getuigenissen van kinderen die aan de razzia ontsnapt zijn, konden er informaties verzameld worden over het echtpaar Ovaart. Zij werden als juste parmi les justes verklaard. 14 kinderen werden dus aangehouden, 10 werden vermoord. We wisten daar niet veel over, alleen mevrouw Ovaart kende alles. Maar wat ik gevonden heb is niet echt aangenaam. Een van de kinderen, een baby, zou aan André Geulen toevertrouwd zijn en zij kon op de dag van de razzia ontsnappen met die baby. Ik heb het gehad over Clemenceau-laan en het gebouw Daan. Er was voorzien dat er heel veel arrestaties zouden zijn tegen dergelijke instellingen. Er werd gezegd dat 800 kinderen verborgen zijn. Dus zij richtten zich vooral op de instellingen van kind en gezin, ONE. De eerste kinderen kwamen toe in 1941-42 tot maart-april 1943. André Geulen was ter plaatse, heeft de kinderen kunnen verbergen, onder meer in het klooster van de Allerheiligste Verlosser. Van de officiële zijde in België geen reactie, ook niet vanwege koningin Alice, terwijl ze toch van alles op de hoogte was. Dan, voor dat 21ste konvooi, inderdaad, de nazi's willen zoveel mogelijk mensen aanhouden en hun treinen vullen, zoals ze zeiden, maar ze hebben dus inderdaad die razzia van het klooster van de Allerheiligste Verlosser mislopen. Dat was een mislukking voor hen. De getuigenis van een kind dat 10 jaar oud was en waarvan de ouder weerstander was, heeft ons geholpen bij het begrijpen van de mislukking. Dus we kunnen veronderstellen dat er een link was tussen een aantal gebeurtenissen. Ter plaatse zijn katholieke kinderen, die worden vrijgelaten. Dat is toch erg, hè? 4 uur 's middags komen de kinderen slapen. Ze komen de kinderen aanhouden. Ze houden ook de huishoudster. Ze willen ook de huishoudster aanhouden. Haar naam wordt nooit vernoemd, dat is jammer. Wel, het is jammer. Dus de nazi's komen vallen binnen in de vroege ochtend. Het was rond Pinksteren, dus er waren katholieke kinderen. Die katholieke kinderen werden losgelaten, maar iedereen wordt aangehouden. Iedereen gaat naar de gebouwen van de Gestapo. De kinderen liegen over hun voornaam. Een kindje, een meisje, zegt niet dat ze Joods is, gaat naar Mechelen, ze wordt naar Mechelen. En het is een soort van Anne Frank bis. Maar er zijn maar weinig sporen van dat meisje. Zij is vandaag overleden. Maar dus al die kinderen hebben moeten moesten dus het register ondertekenen, dus er is een spoor, ook al is dat spoor onder een valse naam. Dus die razzia, de nazi's komen binnen, ze vallen binnen, ze houden de huishoudster aan. Niemand weet dat ze er is. André Geulen wel, ze zal er ook over spreken. Maar dus die huishoudster werd aangehouden en zou later het opnieuw opduiken, want ze heeft die razzia overleefd. Het echtpaar Ovaart wordt aangehouden, ze worden geslagen. Er wordt niet vaak gesproken over die razzia in Gatti de Gamon. Sarah heeft het ook daarnet gezegd. Erdman heeft een zinnetje
uitgesproken. Ariërs mogen geen Joodse kinderen meer herbergen, dat is verboden. En dat staat ook in de papieren, in het arrestatiebevel voor André Ovar. Ik ben iets vergeten te zeggen. André Ovart treedde toe tot de weerstand in 1941 en zij bekleden daar een heel centrale rol. Het klooster ligt dicht bij het college Saint-Michel en er is een communicatie via de tuin. En generaal Glaser, chef van het Belgische legioen en vier anderen, het extreem rechts karakter van het Belgische legioen is niet correct. Glaser wou de Belgische regering niet omverwerpen. Hij was bevriend met koning Leopold en dat is ook wat het verzet in Londen dacht. De Belgische regering in Londen weigerde om dat Belgische legioen goederen te geven. Het Belgische legioen dat ook in de Saint-Michel-straat door André Ovart geherbergd werd. Wel, de democratie, en we moeten dezelfde gedachtegang blijven aanhouden vandaag. Die mensen worden ervan verdacht dat ze de macht willen overnemen, terwijl ze in Londen gevlucht zijn. Wel, het totalitair wil dus mensen corromperen en wil dus dat ze helpen om Joden en weerstanders aan te houden. Wat de weerstanders betreft, het is niet Glostowski, maar Prosper die het Belgische legioen infiltreert. Dat was bij het begin. Het Belgische legioen heeft geen radio, heeft geen enkel radiotoestel dat werkt. In Gatti de Gamon willen ze dus een radio verbergen. Er is een clandestine radiotoestel. En Odi Govaert is eigenlijk een draaischijf geweest voor de weerstand tot aan de razzia Gatti de Gamon. De meeste mensen worden in 1942 aangehouden en tot april 1942 worden belangrijke kopstukken uit de weerstand in België aangehouden. En ja, de vrouw van Jacques Grippin, Madeleine de Chapelier, pardon, blijft een van de kopstukken van de weerstand. Dat bewijst ook dat Odile Ovart een heel, hoe zou ik zeggen, een heel sterke band had met de weerstand, zowel met het onafhankelijkheidsfront als met de JVC. Ida Sterno komt ook kinderen verbergen. Die kinderen komen vanuit de wijk rond het Zuidstation. En via komen ze op het spoor van die kinderen. Kinderen die tot aan de dag van de razzia verborgen blijven. Sorry meneer, maar je moet ophouden. Wel, in die razzia zijn die kinderen. Nog 5 minuten vraagt meneer D'Ambreville. Ja, mijn boek is niet af. Ook vandaag werk ik er nog aan. Maar kijk, het is toch een belangrijk historisch feit voor België, voor de geschiedenis van de Shoah. Het is een feit dat misschien nog belangrijker is dan de razzia in Isieu in Frankrijk. We moeten toch aan César geven wat César toekomt en zeggen dat hij razzia heel belangrijk was. Het is een belangrijke gebeurtenis, echt waar. Dus de kinderen worden samengebracht in één kamer. De Joden links, de niet-Joden rechts. De jongetjes zetten zich rechts. Ze liggen over hun voornaam. Ze liggen over alles. Een meisje weigert te zeggen dat ze Joods is, want zij komt uit Antwerpen. En samen met haar nichtje is ze verborgen. De familie kan daar vandaag nog over getuigen. En in Antwerpen hebben we contact dat er 6 konvooien nodig waren om al die mensen naar Auschwitz over te brengen. Dus zij biedt weerstand zonder te weten dat ze doet. Ze weet dat ze veroordeeld is als ze haar echte naam zou geven. En men vindt haar getuigenis bij Bloem, die een getuigenis heeft afgelegd voor Auschwitz. De
volwassenen hebben gezwegen. En er zijn voorbeelden dat een meisje werd dus naar Auschwitz overgebracht en geslagen. En ze wordt van de andere kinderen gescheiden. Ze wordt in een andere wagon overgebracht. Dus ongelooflijk. Nee, als ze lot, dus de katholieke meisjes kunnen terug naar huis. De andere kinderen worden overgeleverd aan de Gestapo. Ze worden gefolterd. Weerstanders die gefolterd worden, worden bij die kinderen in de cel geworpen. Hélène houdt zich met hen bezig. Ze wordt geholpen. En in de koer van de kasterne docente Mechelen wordt ze geholpen door weerstanders. En ze verandert het nummer van het transport. Dus ze wordt niet op die camions gezet. Ze zal haar vriendinnen kunnen volgen die politieke gevangenen waren. En die dus meer op de hoogte waren van alles. En die aan het Canada-commando hebben kunnen weerstand bieden. Ze zal dus overleven en ze zal getuigen zoals ze kan. Maar er zijn maar weinig getuigenissen over het aantal kinderen, over hun namen. Maar ja, ik blijf erbij. We moeten zeggen dat die razzia Gatti de Gamon een zeer belangrijke gebeurtenis is.